Nou ja, bijna de helft van alle stemmen. En ik zie mensen al denken van, zou die Koelman nou de boel een heel klein beetje gemanipuleerd hebben? Nou, in het geheel niet. Het had heel makkelijk gekund. Ik heb ook heel even met gedachten gespeeld, want ik heb een tijdje columns geschreven voor Geen Stijl. Maar goed, dan had ik gewonnen met 18.000 tegen 0 en dat is helemaal niet leuk. Bovendien had ik al snel dat het helemaal niet nodig is. Want de medegenomineerden die zijn, vind ik tenminste, nauwelijks actief op internet. En dat is natuurlijk niet verstandig wanneer je een internetprijs of wanneer je dus kunt stemmen via e-mail. Nou, ik heb een website met elke dag tussen de 500 en 1000 bezoekers. Dus een oproepje op mijn website van, vind je leuk wat ik schrijf, stem even op mij. Andere genomineerden deden dat niet. Nou, vind ik heel amateuristisch, maar ik vind dat wel. En daarnaast, dat is denk ik het grote verschil, ik heb een mailinglijst met meer dan 500 leden. Allemaal mensen die elke week willen weten wat ik geschreven heb. Die hebben allemaal een mailtje gekregen, was 3 minuten werk. Kom op, stem even op mij, kleine moeite voor jou, groot plezier voor mij. Nou, dat is veelvuldig gedaan en dat is alles wat ik gedaan heb, mensen. En dat is het spel. En zo wordt het gespeeld. Verder moet je nog een klein beetje geluk hebben. Bijvoorbeeld dat er een gemeenteraadslid is dat allerlei mensen tegen zich in het harnas jaagt. Dus dat is ook weer een paar concurrenten minder, waarvoor mijn hartelijke dank. Kun je natuurlijk afvragen van als je nou echt een enquête had gehouden onder alle Tilburgers, was dan ook Luc Koelman genoemd? Ja, ik denk als je aan de gemiddelde Tilburger vraagt van wie vind jij nou de beste schrijver van Tilburg, dan zal hij een beetje glazig aankijken en als je dan toch denkt, toch aandringt en zegt van kom op, noem mijn naam, wie vind jij nou goed? Kom op, noem mijn naam, wie vind jij goed? Dan zal hij waarschijnlijk zeggen, de Ruus Roelvink of Geert Wilders. Nou, ik denk als ik dan in dat illustere rijtje nummer 3 ben, dan vind ik dat helemaal niet slecht. Dank jullie wel. De jury bedankt voor hun wijsheid. en verder ook mijn collega-schrijvers in Tilburg die wel